Woudrichem is een grote groep jeugd-EHBO's rijker. Alle leerlingen zijn geslaagd en mochten hun diploma in ontvangst nemen bij de burgemeester. De groepen 8 van het Ravelijn, van de Eben Haëzer en van Basisschool Oudendijk hebben sinds de herfstvakantie les gehad. Die hebben we met 5 vrijwilligers van de EHBO-Vereniging Woudrichem opgeleid tot dit diploma. Wat ze nu ontvangen hebben van de burgemeester. Dus kinderen van groep 8 krijgen jeugd-EHBO. Wat leren ze dan allemaal zoal? Daar leren ze redelijk simpele dingen als hoe plak je een pleister goed? Hoe knip je een mooie pleister om een vingertop te verbinden? Maar ook levensreddende handelingen zoals stabiele zijligging als iemand buiten bewustzijn is. Of hoe ze moeten handelen als iemand dreigt te stikken. En dan is het ieder jaar ook zo'n bijzondere uitreiking op het gemeentehuis? Nou, dat is altijd erg leuk als dat mag van de burgemeester, ja.